nog even de olie controleren en een laatste poetsbeurt. Oh, ik vind het altijd wel netjes als je er weer netjes bij staat. Want u houdt van de trekker, hè? Een beetje. Ja, 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 ja. Ik ben er zuiniger op als op de vrouw en op de auto. Dan laat de vrouw het maar niet horen. Nee, dat weet ze. Maar nee, ja, dat is gewoon een beetje de zuinigheid van de tractor. Je hebt hem helemaal opgeknapt. Het is je trots natuurlijk. En die trots laten de deelnemers deze week maar wat graag zien op de route van de Nijmeegse Vierdaagse. Wij komen zelf uit West-Nederland, waar alles zo vlak is dat je in de verte alleen maar horizon ziet. En in dit gebied genieten wij van het mooie heuvellandschap en een heel andere streek waarin we rondrijden. Dus. Deze deelnemers zien de Vierdaagse route liever rijdend dan wandelend. Heel geweldig wat die mensen doen, maar ik zelf nee. U laat het liever aan de tractor over? Juist, ja. Het is al spannend genoeg om deze machines die route te laten doen, zeg maar. De trekkers leggen namelijk grotere afstanden af dan bij de wandelvierdaagse. Zo'n 90 kilometer per dag. Maar daar mogen ze dan wel de hele dag over doen. Is dit de ultieme vakantie? Ja. Ja, dit is helemaal geweldig. U hoeft niet naar Frankrijk of Spanje? Nee, nee, dat is de liefde denk ik voor de tractor dat je gewoon daarmee weggaat in plaats van met de auto en caravan.